Het is nog niet zeker of de Surinaamse atleten gereed zullen zijn voor de Special Olympic Games van volgend jaar. Dit zegt Edward Gessel, voorzitter van Special Olympics Suriname. Er werden al voorbereidingen getroffen voor de nationale wedstrijden, maar door de COVID-19-pandemie zijn die stopgezet. Dat is ook het geval met de trainingen. Ze waren ook in training om naar het buitenland te gaan in december en toen kregen we de COVID-malaise. En we moesten wel als een van de eerste stoppen met al onze activiteiten. We hebben ze geprobeerd via WhatsApp, via telefonisch een beetje bezig te houden. Maar u begrijpt wel, het is niet goed gegaan. De Special Olympics en Paralympic Games zijn vanwege de pandemie die wereldwijd miljoenen levens heeft geëist, verschoven naar 2021. De atleten hebben alsnog de ruimte om zich voor te bereiden. Vanuit de overheid worden er diverse mogelijkheden gecreëerd om de sporters verder te ontwikkelen. We zijn bezig met het werk, maar vanwege COVID is momenteel oefenen, trainen, contactsporten is het verboden nu. Maar natuurlijk ben ik voorstander van waar je individueel oefeningen kan doen, moet je blijven oefenen. En je moet in een goede conditie en goede gezondheid blijven door eigenlijk goed gezond te eten. En wat betreft de sportaccommodaties is de regering wel bezig ermee. En vandaag hebben een enkele atleten een pakket ontvangen van de Bianca Graskamp Foundation. Dit pakket moet worden gezien als een extra bemoediging naar de atleten toe, zegt voorzitter Bianca Graskamp. Speciaal aandacht voor de Special Olympics Suriname is omdat wij van binnen zijn toegedaan dat deze doelgroep vaak genoeg een vergeten doelgroep is. En dat proberen we ook tijdens het voorjaar van kerst deze pupillen te herdenken door middel van een gezondheidsboxje. Waarbij we alle sponsoren en donateurs hebben benaderd. En zij hebben ook eigenlijk een beetje liefde ingestopt. Ja, en dat deze pupillen een gezond 2021 kunnen inluiden. De Special Olympic Games zouden dit jaar in Tokio worden gehouden. Maar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus was de organisatie genoodzaakt de wedstrijden uit te stellen.